Dames en heren, het is het jaar 2019. Er is verschrikkelijk veel veranderd in de wereld. De wereldbevolking is met enige miljarden toegenomen. Onder andere omdat de ziekte AIDS onder controle is. Maar als je nog steeds bang bent om het te doen, dan kun je dat in de keuken met reageerbuisjes. In de supermarkten zijn pakketjes DNA en RNA te koop. En je krijgt er een gratis receptenboekje bij. De Iwako-adviseur wordt anno 2019 vanzelfsprekend geboren met een muis. Waar een door de Europese Unie goedgekeurde en gestandardiseerde stekker al aan zit. De Iwako-kantoren zien er anno 2019 heel anders uit. Om files te vermijden, werken de 800 medewerkers bijna allemaal thuis. En communiceren met elkaar via de beeldtelefoon. Die is aangesloten op de elektronische snelweg. Om al die elektronische mails in goede banen te geleiden, is er door Iwako aangesteld een directeur interne communicatie, afgekort tot DIC. Dames en heren, mag ik u voorstellen, de directeur interne communicatie. Nou, zeg maar dik hoor. Doe maar gewoon hoor. Goedemiddag. Wat aardig dat u het hoofdkantoor in Maastricht gebeld heeft. In verband met die file op de elektronische snelweg ga ik u doorverbinden met de directeur interne en externe communicatie, Dick. Kijk, dat dieren allemaal op de Zwaga-cursus. Goedemiddag, Dick Maastricht hier. Hey, leuk dat ik jou weer aan de lijn heb. Ja? Ja joh, multi-inzetbaar hè? Scheelt allemaal in je pap. Nee, niet rap, maar pap. Pap is performance-afhankelijke beloning. En dat is al ongeveer 50% van je salaris. Ja. Wat? Nee. Nee, dat 50-jarig bestaan van die waken we niet gevierd. In verband met de vergrijzing. Stond op een mail van de medewerker stuurgroep en die heeft me tegenwoordig voor het zeggen bij je waken. Ja. Ja, dat is een tijd geleden hè, dat jij weg. Dat was toch bij de cabaretvoorstelling? Hè? Ja. Ja, ik zei nog dat je die dia van die directie niet moest laten zien. Dat kon echt niet door de beugel. Of ik nog niet met vroeg pensioen ben? Nee. 70? Ja, nee. Ik ga met laat pensioen. Vroeger had je vroeg pensioen op je 60ste. En nou heb je laat pensioen op je 70ste. Ja, rekenfoutje, hè? Ja. Hoe ik Dick Maastricht geworden ben? Nou, dat is een leuk verhaal, ja. Kijk, ik was hier vestigingsdirecteur ergens in Rotterdam. Is nou gesloten, trouwens. Toen werd ik sectordirecteur, wat dat ook mogen voorstellen. Nou, in nog een paar directeursbaantjes gehad. En toen vroegen ze mij voor directeur interne communicatie. Vanwege mijn zachte G in Maastricht. Ja. Kijk, managing by walking around 1994 werd managing by talking around. En nou managing by mailing around. Hey joh, bel nog eens. Ja, ik moet nog even wat mails verwerken. Kijk, de managementstijl van Iwako is anno 2019 wel veranderd. Hè? Vroeger deden we het gewoon op de gang. Ja. Het was oktober 69. Een architect en een ingenieur huurden een kamer, hadden veel panden. Iwako kwam er op de deur. De directeur heette de Vlieger, Manuel was zijn rechterhand. Had je problemen met je water, dan hielpen zij je uit de brand. Water is vloeibaar, water kan stromen. Op water drijft een dichte boot. Als water schoon is, kan je het drinken. Water is ons dagelijks brood. Iwako-stijl is heel uniek, is van een heel bijzonder pijl. Iwako-stijl is doelgericht geschoten met een scherpe pijl. Dat is niveau, dat is apart genuanceerd en heel verward. Waar je zucht en ook geniet, waar je arbeidsvreugde ziet.
jaren 80 met Van Vossen werd bodem ook het werkterrein. Met lekker kerk en coupé polder, wij adviseerden Alphenrijn. Alles wat vuil was werd bemonsterd, het lab dat werd van stip tot ster. Meneer Jan Warboud meette alles in monsters van heel diep of ver. We modelleerden de zeecontouren van ruwe olie, triep en zee. Dankzij de Shellman en brocades bleven wij gezond ter been. Die makerstijl is heel uniek, is van een heel bijzonder pijl. Die makerstijl is doelgericht geschoten met een scherpe pijl. Dat is niveau, dat is apart genuanceerd en heel verward. Waar je zuchten ook verniet, waar je arbeidsvreugde ziet. Het jaar 2000 volgens planning, het hoofdkantoor ging naar Maastricht. Verplicht verhuizen was vrijwillig, naar Rotterdam Den Bosch ook dicht. We doen nu veel geluid en afval, we bouwen aan een ozonlaag. In de Sahel telen we spruiten, naar zouten spruiten is veel vraag. We patenteren en adviseren, en alles heeft een codenaam. Je collega is een nummer, toch mogen we gelukkig samen. Die bakerstijl is heel uniek, is van een heel bijzonder pijl. Die bakerstijl was op de wind klaveren met een heel strak zeil. Dat is niveau, een hele part met felle kleur. En nog hard, waar je zucht en ook geniet, waar je arbeidsvreugde ziet. Die bakerstijl.